Welkom op deze bijzondere avond. U hebt een programma voor u. Even een correctie. U ziet de minister van Sport en Jeugdzaken. Helaas heeft de minister van Onderwijs vanwege drukke werkzaamheden afgezegd. Die kan er vanavond niet bij zijn. En voor de rest gaan we gewoon rustig het programma afmaken. Ik wil u vragen om op te staan. We gaan het volkslied zingen. En onze jong talent Romario Lont, nog bekend van Youth Voice, gaat dat verzorgen voor ons met zijn prachtige stem. Dankjewel, Romario. Mag ik de minister uitnodigen om het woord aan de aanwezigen te richten? Alvast bedankt voor de uitnodiging om hier aanwezig te zijn. Ik doe het met alle plezier en ik ben ook nog blij omdat ik hier mag staan en u toe te spreken, omdat het belang dat hier aanwezig is, een gemeenschappelijk belang is, ook vanuit mijn verantwoordelijkheid voor tenminste de jeugd, maar helaas het sport en jeugdzaken. Dus sport als middel en jeugd als belangengroep en als target, als doelgroep van mijn uit en ik ben blij erom. Erom blij dat er ook nog organisaties, jonge organisaties opkomen voor hetzelfde belang, voor hetzelfde doelgroep, voor dezelfde doelgroep. En ook om samen dingen te doen. Er zijn oudere organisaties, maar ik heb begrepen van de heer Harry Mungra, ik denk dat hij een van de trekkers is en een van de ondersteuners van de organisatie, dat het een vrij jonge groep is die dingen wil gaan doen in dezelfde richting om onze jeugd te gaan laten ontwikkelen. Tenminste om een volle groei door te maken om tenslotte een goede burger in de samenleving en als het nog maakt. Nog even kan om goede wereldburger te worden. En zo gaan we dan samen met deze sterke organisaties, ik hoop dat ze in de toekomst veel sterker worden. We ondersteunen graag om ze sterker te maken, omdat het gaat om dezelfde verantwoordelijkheid en dezelfde aandachtsgebied. En om samen die doelgroep aan te pakken, behalve de problemen, maar ook preventief te werk te gaan om de probleemgebieden die reeds bestaan niet groter te laten worden. Ik wil alvast de organisatie feliciteren voor dit initiatief en dat zij zo verder doorgaan dat ze hun vleugels verder kunnen spreiden over het hele land. En ik denk wel dat wij, wanneer wij een samenwerking creëren tussen government en deze organisaties, wij het willen gaan uitdiepen en een goede samenwerking in de toekomst willen gaan bewerkstelligen. Ik dank u voor die aandacht. Dank u wel, minister. Graag de aanwezigen vanavond maakt u kennis met een andere organisatie, een nieuwe organisatie, genaamd JCNLP, staat voor Jongeren Collectief Neurolinguistic Programmeren. De volgende sprekers gaan het verder belichten. De heer Harry Mungra, die gaat het hebben over de missie, visie en doelstellingen van deze organisatie. Iedere organisatie zoals deze, die dingen wil doen, die heeft zeker een missie. En die missie is
continu effectief aan die persoonlijke ontwikkeling en groei voor alle Surinaamse jongeren. Alle. Allemaal. Allemaal ook. Ook die met een beperking. En wat we willen doen als missie, een perspectief bieden aan de jeugd. De jeugd waarvan een deel nu in ons land weinig perspectief hebben. Dat is die missie. En die visie is, ik lees het op, in ons Surinaams onderwijs en in de opvoeding is er over het algemeen weinig aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugd. De samenleving, het onderwijs, richt zich vooral op cognitie. Degene onder jullie die de tijd genomen hebben om het algemeen leerplan van de basisschool te analyseren, zal zien dat meer dan 60% mentaal is, cognitie. En niet eens 30% sociaal-emotionele ontwikkeling, die even belangrijk is voor alle mensen, voor alle kinderen. Wij hebben dat wij vinden dat de emotionele ontwikkeling van iedereen, heel belangrijk is. En als jongeren leren kijken naar wat wel goed is, wat ze al wel bereikt hebben. Als ze leren om hulp te vragen, hun grenzen kunnen stellen en in contact kunnen met die dingen die juist versterkend zijn. De doelgroep is namelijk alle jongeren van 9 tot 17 jaar. 9 jaar, dan kan je een beetje ietsje meer met ze ontwikkelen, psychologisch een beetje. Ja, dan heb je die groep tot 12 en tot 17 jaar, dat zei je, dan werk je toch aan de jongvolwassenen. Dat is die doelgroep. Dus ook, jullie weten als ouders, een heel kwetsbare leeftijd. De kwetsbare jongeren die door omstandigheden waarin ze opgroeien, ofwel gewoonweg niet voldoende tools in handen hebben om op bepaalde gebeurtenissen te reageren. Er zijn een groot aantal jongeren in de samenleving die die tools niet hebben om op een adequate manier, op een verbaal geaccepteerde manier. Ja, en met die jongeren zijn wij. Dus in een nutshell heb ik je wat verteld over visie, missie en doel. En wanneer wij verder gaan, mensen, zullen we jullie allemaal weer op een of andere manier betrekken om die doelen in de praktijk echt te verwezenlijken. Ik dank jullie voor jullie aandacht. Dank u wel, meneer Mungra. Is mevrouw Sharmila Mambot, voorzitter van de nieuwe organisatie. Zij zal dus hebben over het ontstaan, het idee, het ontstaan van de organisatie en de eerste activiteiten. NLP, dat is een methodiek dat wereldwijd gebruikt wordt. Een methodiek dat te maken heeft met effectieve communicatie en een stukje persoonlijke groei. Dat is zowel voor jong als oud en die kan je toepassen in jouw dagelijks functioneren. En als wij praten over jongeren, dan zeggen wij dat we de methodiek naar hun niveau brengen. Het is niet zo dat ze het krijgen zoals de volwassenen dat krijgen, maar hij wordt vertaald op een spelender wijze naar hun toe. Dat is heel in het kort NLP. En hoe zijn wij nu gekomen tot een jongerencollectief? Dat is heel interessant om te weten. Een aantal mensen die de practitioner hebben gevolgd, hebben op een gegeven moment de master practitioner gevolgd. En toen kwam al de vraag naar voren van kunnen we de methode niet gebruiken voor jongeren?
Wij zijn een beetje gaan surfen, zijn op de website van Bouke terechtgekomen en hebben gezien dat Bouke dat wel doet in Nederland. Een uitdaging, iets gaat open. Ideeën komen naar voren. Onze eerste pilot die was geweest in september, begin september 2012. De doelgroep die wij hadden voor de eerste keer, die waren voornamelijk kinderen die uitgenodigd waren van de Gongrijpstraat en omgeving. En kinderen van enkele cursisten, of nou geen cursisten meer, maar van enkele mensen die de NLP hebben gedaan. Met die kinderen zijn we aan de slag gegaan. Er was een programma. En wij hebben enkele onderdelen van het hele NLP-model gebruikt. Doelen stellen, dat was heel interessant, volgens het SMART-principe. Een doel kan bijvoorbeeld zijn, ik wil overgaan. Volwassenen hebben doelen, die zijn bewust, die weten hoe ze daar naartoe moeten gaan. Maar kinderen hebben ook doelen. Ik wil overgaan. Ja toch? Ja. Maar leven de kinderen in hun eigen doelen? Doen ze daadwerkelijk? Aan het eind zie je toch, ik ben blijven zitten, maar ik wilde in het begin overgaan. Ja, zal wel een aantal redenen hebben, maar we kunnen eraan werken. Een andere methode die wij gebruikt hebben, ander onderwerp, was basisvooronderstelling beperkende overtuiging. Een beperkende overtuiging kan zijn, ik kan niet zwemmen. Ja, je beperkt je daarin als kind. Je houdt van water, maar je durft er niet in te gaan. Wat is nou de oorzaak? Daar hebben we ook hele leuke oefeningen gedaan. En ook gewerkt met emoties. Kinderen zijn bang voor een kakkelak. Ah! Maar ja, er is een oorzaak ergens, want het heeft met angst te maken. Dat is een emotie. Voor 2013 hebben wij gemeend om eind augustus weer een NLP Jongerenweek te organiseren. Maar niet één week, maar twee weken. Dus er is eind augustus een week. En begin september hebben wij nog een week. Verder willen wij workshops gaan organiseren. Waarbij jongeren bewust worden van wat ze allemaal hebben en wat ze allemaal naar buiten kunnen brengen. Om later eigenlijk ja, goede wereldburgers te worden, om het zo te zeggen. Zo, dan hebben wij nu Bouke laten halen. Speciaal voor de launch en dat Bouke straks gaat vertellen wat eigenlijk de link is tussen NLP en jongeren. Ja toch Bouke, heb ik het goed gezegd? Oké. Nu vindt de proclamatie plaats van de nieuwe organisatie en dat daarmee zal de heer Mundra belast zijn. Zo, lieve mensen, dat wordt de officiële handeling als initiatiefnemer. Ja, dan ga ik dus de mensen roepen, één voor één, en even toelichten. En dan vindt de proclamatie. Dit zijn de dames onder leiding van Sharmila Mambot, die het gaat trekken. En ik ben dus op de achtergrond. Ja, maar de komende periode, ja, zal veel meer horen van deze dames. En hierbij verklaar ik dus het jongerencollectief NLP geproclameerd. Dankjewel, meneer Mundra. Nou, de volgende presentatie. Gastspreker de heer Bouke de Boer. Internationale trainer, NLP trainer, heel bekend. Onder vele van jullie. Meneer De Boer, alstublieft. Dank jullie wel dat ik hier mag zijn. Inmiddels is het al voor de 23e keer.
dat ik in Suriname ben, dus ik voel me toch wel aardig verbonden met het geheel hier. Ik vind het ook een eer dat ik dit mag doen. En er wordt me natuurlijk hier en daar wat in de mond gelegd van wat ik nu even ga doen. Maar eigenlijk wist ik dat nog niet precies. En dat laat ik ook een beetje op me afkomen. En natuurlijk heb ik een onderwerp. En dus hier zijn trainers, maar die hebben ook alweer 10 practitioners gedaan. Die hebben ook weer een aantal master practitioners gedaan. Daarnaast zijn we ook met systemisch werk aan de gang gegaan. Nou, Rosanne is daar aan alle kanten mee bezig. Dat is toch geweldig. Dus het feit dat wij ooit naar Amerika geweest zijn met het idee we gaan dat doen, is het feit dat jullie hier nu kunnen zijn. Natuurlijk nooit wetende of er misschien iemand anders was geweest die dat gedaan zou hebben. En op een gegeven moment worden wij dus geconfronteerd, en ik zeg het een beetje onaardig, en dat moet je, maar dat is een beetje Nederlands en daar kan ik me altijd achter verschuilen. Op een gegeven moment werd ik een beetje zat van dat gezeik van cursisten. Het wordt tijd dat jullie ook iets voor onze kinderen doen. Nou, daar had ik al helemaal geen zin in. Maar op een gegeven moment denk ik, nou, ik ben het zat. We gaan een jongerentraining organiseren. En ik weet nog waar we het deden. En ik weet nog dat ik s'avonds Doreen belde. En Doreen kan het nog vertellen van, ik was zo enthousiast. En dat had ook met mijn eigen proces te maken. Wat heb ik een weerstand gehad om met deze manier aan de gang te gaan. Want ik communiceer toch goed, ik heb die onzin niet nodig. Maar het bleek veel dichterbij te zijn. En wat doen de jongeren? Die doen dit en die krijgen dat aangeboden. En die denken, hé, maar dit is handig. Heb ik overboord. En vanaf dat moment zijn we met jongerentraining begonnen. Maar wat gebeurde toen? Dat was van 15 tot 22. Toen begonnen de ouders, kan het ook niet wat voor jongeren. En dat doen we nu jeugdweken. Nou, en wat mijn idee is, ik ga het een beetje vertellen. Wat doen wij? En natuurlijk is het hartstikke gek als jullie dat niet gaan modelleren. Een andere reden dat ik hier ben, is omdat ik het ook mijn taak vind, mensen waar dan ook te inspireren met dit prachtige gedachtegoed aan de gang te gaan. En helaas vind ik het nog zo vaak jammer dat heel veel NLP's zien als een therapie of er moeten problemen zijn. Dat is onzin. Ik had geen enkel probleem. Althans, dat dacht ik, want je wordt wel met dingen geconfronteerd. Maar het is een prachtige manier. Ik doe heel veel in het bedrijfsleven. Ik zit nu al 40 jaar in de topsport, waarvan 20 jaar ik ook topsport begeleid. Ik ben naar Beijing geweest. Nou, ik heb hier ook het Surinaamse voetbalelftal gedaan. Ik doe op dit moment met een aantal voetballers vanuit de eredivisie. Met dien verstande dat we daar ook nog iets hebben te doen. Want niemand van die 4 waar ik nu weet de trainer het. Want dat vinden ze nog niet gepast. Dus wij hebben ook nog wel wat te doen. En dat er nog niet die transparantie is dat ik kan doen. Maar ik ga zo met mijn presentatie beginnen. Voor zover dit niet al een begin is van de presentatie. Maar wat is modelleren? Modelleren, dat wil zeggen dat je eens kijkt hoe doen mensen die dat succesvol zijn. Nou, ik heb een aantal boeken geschreven. En op een gegeven moment is het zo, laat ik nou met een minister in contact komen in Nederland. Die geen idee had wat NLP was. Maar die heeft mijn boek gekregen. Ik kan de wereld veranderen, jij weet wie ik is. En de man is daarna zo enthousiast geworden dat hij ook via de overheid geld beschikbaar gesteld heeft voor jongeren. Is dat niet mooi? Dus ik heb in Nederland heb ik mijn boek gegeven aan de minister. En die wist bij God niet precies wat het was. Die is dat boek gaan lezen en die heeft zich zo laten inspireren. Die denkt, maar dit is leuk. En door dat contact is er ook geld losgekomen om voor de jeugd dingen te doen. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dit zeg. Dus ik dacht, ik overhandig dat boek. Waar het jongerencollectief natuurlijk ongelooflijk tegenaan gaat lopen, heel ordinair, dat is geld. Ja, dat is gewoon geld. Want dat is er niet en noem maar op. En toen dacht ik, en jij had het nog niet begrepen, want ik vroeg wel 3 keer aan jou, wat zou het nou kosten als je met 20 van die gasten 5 dagen ergens naartoe gaat om ze training te geven? Nou, je hebt een prijs genoemd, lieve schat. Mede ook doordat je daar zo enthousiast bezig was, natuurlijk ook gesteund door alle andere mensen en door Harry, dacht ik, wat zou het nou mooi zijn dat we het niet bij loze woorden houden. Ik bied namens onze foundation aan dat jullie in september met een groep van 20 van die gasten op pad kunnen gaan en dat betalen wij.